dames en heren, voor dit derde avondje Instant Cabaret. Instant Cabaret, hoe bedenk je die naam? Ik zou het niet weten. Maar het kwam ergens vandaan. Het kwam ergens vandaan. Cabaret is, muzikaal cabaret is hetzelfde als een muzikaal experiment. Dus, dames en heren, ga ik wat voor u spelen op een gitaar. Het was in de nacht. Vergeten. Waarom blijven die herinneringen toch altijd steken? Waarom blijven die herinneringen toch altijd steken?
te vertellen. Vaak in het leven is er een nieuw verhaal, een nieuw begin. Vaak in het leven is er een nieuw verhaal om te vertellen. Een nieuw verhaal in jouw leven. Thank you.
spel uit. Wanneer is het spel uit? In het duister, soms sta ik in het niets. Soms sta ik in het duister, soms sta ik in het niets. Soms sta ik in het duister, soms sta ik in het niets. Soms voel alsof ik in een zwart word gezogen. Soms sta ik
in het duister. Soms sta ik in het niets. Soms voel ik alsof ik in een zwart gat word gezogen, word gezogen. Word gezogen in een diep zwart gat. Word gezogen in een diep zwart gat. In een diep zwart gat. Ik word gezogen. Ik word gezogen in een diep zwart gat. Vertel me waarom. Vertel me waarom. Vertel me waarom. Waarom zit ik zo ver weg? Zwarte gat van melancholie. In dat diepe zwarte gat van melancholie. In dat diepe zwarte gat van de melancholie. Ach, vertel me de waarheid. Waarom is die melancholie zo diep? Waarom is die melancholie zo diep? Ja, dames en heren, het is natuurlijk nog steeds mijn cabaret. Ook al is het natuurlijk een heel serieus gebeuren wat we natuurlijk allemaal aan het doen zijn. We hebben het allemaal over melancholie en de zwaarste verhalen, de diepste gedachten en herinneringen komen allemaal naar boven. Maar het moet nou eenmaal een keer naar boven komen. En als het naar boven komt, dan is het daarna ook weer kwijt. Want dames en heren, moet u niet vergissen... Als je dingen kwijtraakt, is dat vergelijkbaar met het rugzakje. Een soort rugzakje wat vol zit met stenen. Wat vol zit met stenen. De rugzak die vol zit met stenen. Maar elke keer als je een probleem voor jezelf oplost, dan is er een steentje uit die rugzak en wordt jouw rugzak wat lichter. Verlicht mijn rugzak. Verlicht mijn rugzak. Ik gooi er weer een steen uit. Ja, ik verlicht mijn rugzak. Ik gooi er weer een steen uit. Ja, ik verlicht mijn rugzak. Ik heb weer wat verwerkt. Weer wat verwerkt. Dan wordt je rugzak wat lichter. Want je hebt er een steen uit verwijderd. Ja, jouw rugzak wordt weer wat lichter. Als je er een steen uit verwijdert. Steen bij steen wordt het lichter.
steen, mijn steen. Wordt lichter, steen, mijn steen. Wordt lichter, steen, mijn steen. Steen, mijn steen, wordt het lichter. Die rugzak, steen, mijn steen. Wordt het lichter, wordt het lichter. Steen bij steen, wordt het lichter. Steen bij steen, wordt het lichter. Wordt het lichter, wordt het lichter. Wordt het lichter. Ja, dames en heren, het reizen is, soms... lijkt het wel zo alsof het tijdens je leven, het begin van de reis, je rugzak nog leeg is. En nadat er dingen in het leven gebeuren, dan gaat die rugzak die gaat steeds voller met stenen. En ja, hoe voller die rugzak met stenen is, hoe zwaarder het is met lopen in het leven natuurlijk. Dus hoe meer je in staat bent om die stenen uit je rugzak te gooien... Wanneer je in staat bent om die stenen uit je rugzak te gooien, wanneer je in staat bent om alle stenen uit die rugzak te gooien, vrijer je wordt, hoe lichter je loopt, hoe vrijer je wordt, hoe lichter je loopt, hoe vrijer je wordt, hoe lichter je loopt, hoe vrijer je wordt, hoe lichter je loopt. En dames en heren, is er wel niet veel te veel en veel te veel en veel te veel over vrijheid gezongen? Waarom zou dat toch zijn? In vrijheid. Is dat een rare vraag? Ja, het blijkt in deze rare maatschappij dat dat soms een rare vraag blijkt. Waarom zou dat toch zijn dat er zoveel liedjes zijn die zingen over het verlangen naar vrijheid? Waarom zou het toch zijn zoveel liedjes zijn die zingen over het verlangen naar vrijheid? Ja, dames en heren, even een kort intermezzo. We kunnen het dan wel hebben over vrijheid. Vrijheid, wat is dat eigenlijk? Waarvan wil je werkelijk vrij zijn? En als je daarvan bevrijheid, ben je dan ook werkelijk vrij? Dat is natuurlijk weer een vraag die jij zelf mag beantwoorden. Wat betekent vrijheid in je leven? Wat betekent vrijheid in je leven? In concreet? Wat betekent vrijheid in je leven?
Vrijheid in je leven. Vrijheid in je leven. Wat betekent dat concreet? Van je leven vraag je je soms af: wat heb ik bereikt en waar wil ik nog naartoe? In het midden van je leven vraag je je af: wat heb ik bereikt en waar moet ik nog naartoe? In het midden van het leven vraag je je af: wat heb ik bereikt? En waar moet ik nog naartoe? Bereikt. En waar moet ik naartoe? Waar wil ik naartoe? Wat heb ik bereikt? En waar moet ik naartoe? En waar wil ik naartoe? Wat heb ik bereikt? Wat heb ik bereikt? Wat moet ik naartoe? Wat heb ik bereikt? En waar wil ik naartoe? Waar wil ik naartoe? Waar wil ik naartoe? Dames en heren, waar wil ik naartoe? Ja. Naar dat onbewoonde eiland. Ja, maar op het moment dat jij er bent, is het niet meer onbewoond natuurlijk. Ja. Ach ja. Het onbewoonde eiland. Daar wil ik naartoe met jou. Onbewoonde eiland. Wil ik naartoe met jou? We bewonen dat samen dan. We bewonen dat samen dan. Ja, maar dan is het geen onbewoond eiland meer. Dus dan moeten we weer een ander liedje zingen. Niet over een onbewoond, maar over een bewoond eiland. Ja. Dames en heren, u begrijpt, dit is cabaret, dus het moet grappig blijven.
net zoals in vorige liedjes al was gebleken. Humor is een lach en een traan. 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 Dus laat het maar gaan, die lach en die traan. Zijn er veel tranen en soms is er veel vreugde. Het lijkt wel of we alles gelijk moeten beleven. Gebeurt zoals je nu al
heb gegeven, speel ik geen liedjes voor de loon. Geen liedjes voor de loon. Maar soms moet het eruit. Soms moet het eruit. En dan is er weer een steentje uit mijn rugzak verdwenen. Derde avondje instant cabaret. Alle vrijheid, alle mogelijkheden, alle fouten mogen gemaakt worden, want we zijn maar mensen. En net zoals in de vorige instant album vroeg ik me af, komen we af van de apen of van de schepper? Wil jij die vraag voor mij beantwoorden? Dat vond ik wel een goeie. Maar daar wil ik natuurlijk niet verder op beduren. Want het is een vraag waar ik graag het antwoord van u op wil. U mag het mij zeggen. Zeg het maar. Zeg het maar. Zeg het maar. Je vraagt en ik draai voor je. Zeg het maar. Zeg het maar. Deze troubadour waarin staat die wereldreis te maken zoals in de vorige twee instant albums al was aangegeven. Die wereldreis, wat denk jij, komt die er ooit? Wat denk jij, komt die er ooit? Die wereldreis, denk jij, komt die er ooit? Twijfel in je ogen.
twijfel. Deze keer kijk jij zonder mededogen, zonder mededogen. Misschien kijk jij vooruit, denk jezelf. Misschien kijk jij vooruit, denk jezelf. Ik weet het niet meer hoe het verder moet met jou. Is verdwenen. Ja, dames en heren, het lijkt alsof de hoop is verdwenen, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo, hoor. Ergens binnen in jezelf blijft altijd dat sprankje, dat mini-sterretje, dat mini-zonnetje in jezelf branden. Zon in de mussen. De zon in jezelf. Laat het branden. De zon in jezelf. Laat het branden. Er brandt een zon in jezelf. Laat het branden. Er brandt een zon in jezelf. Ja, dat ben jezelf.
jezelf sterk branden. De zon in jezelf, laat het in jezelf sterk branden. De zon in jezelf, laat het in jezelf sterk branden. De zon in jezelf, dat ben jezelf. 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 Je schijnt zelf het licht uit. Je bent zelf het licht, wordt zelf het licht. Ben zelf het licht, ben zelf, ben zelf, ben zelf, ben zelf. Dames en heren, ik bedank u zeer voor uw aandacht. Dit was het 11e Instant album en tegelijkertijd de 3e cabaretteske avond met veel muziek en weinig gepraat tussendoor, maar toch eigenlijk wel weer veel te veel natuurlijk als je zoveel, heel graag al die muziek wil luisteren. Maar goed, alles komt op zijn einde en ook deze cabaret, muzikale cabaret, instant muzikale cabaretavond komt tot een plotseling einde als op een gegeven moment gewoon er een stopknop ingedrukt wordt. Als er op een gegeven moment een stopknop ingedrukt wordt, dan is het stop, 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 dan houdt toch op, houdt toch op, houdt toch op, houdt toch op en drukt toch op die stopknop.